Oké, okay, dit is het tweede filmpje hier bij Scratch waarbij we een huisje maken. Uh, eerst en vooral heb je misschien gemerkt dat uh, soms de tekening niet helemaal klopt. En dus we gaan een startwaarde ingeven. En momenteel voor deze oefening zetten we even de x en de y op 0. Dat wil zeggen dat die eigenlijk in het midden van je blad zal starten. Straks gaan we de x-waarde wat meer naar de negatieve waarden opschuiven zodat we een straat kunnen creëren. Maar goed, we gaan eens even testen. Dus als ik hier nu op het vlaggetje klik, en ik, je ziet dat nu het potloodje inderdaad in het midden zit, en ik geef hem waarde 10, dan zou je nu dit moeten hebben. Oké. Okay. Een tweede optie, en dat is een kleine, die je zelf mocht doen, is, je kunt bij zowel je functie van vierkant als van driehoek, Kun je ervoor zorgen dat de penkleur verandert met een bepaalde waarde? En dus als je bijvoorbeeld de zijden telkens in een andere kleur wil hebben, dan sleep je deze hier erin. En dan doe je hetzelfde voor driehoek, en dan krijg je een gekleurde driehoek. Ik zal het even gewoon tonen voor het vierkantje. Ja, dus, hup, wat is de grootte? Opnieuw 10. En dan zie je nu dat hij hier verschillende kleuren heeft gekozen. Nog eens. Oké. Okay. En dus hoe groter je waarde, hoe sneller dat die verandert van kleur. Misschien dat je dat leuk vindt. Bon, dat is maar een kleintje. En dus nu de volgende stap is dat we een functie creëren of een blok creëren om rechtstreeks zo'n vierkant te maken, een, een huisje te maken. Dus we klikken op mijn blokken. We maken een nieuw blok. We geven die weer een naam met een hoofdletter erbij. En we geven die ook een grootte mee. En wat, hoe maak je nu een huis? Wel, een huis is even deze aan de kant zo. Een huis is wanneer dat je een vierkant maakt en daarna een driehoek. Nu let goed op: de grootte die hier zo in het roze staat en de grootte die in het oranje staat, dat is niet dezelfde grootte. De grootte die hier staat, dat is een waarde dat je mee heeft aan huis. En hij gaat die waarde gebruiken binnenin. De body van de functie, zoals ze dat noemen. Ja. De grootte die je hier staan hebt in oranje, dat is de waarde die de gebruiker zal ingeven. Oké, okay. dus deze waarde kun je hier twee keer insmijten. En gooi die oranje maar weg. En nu kun je de functie huis gebruiken: met grootte. En dan gaat hij deze hier gebruiken. Laten we dat even testen. Dus maximaal. Een nieuw huisje, 7, zie zo. De functie werkt nog steeds, geen enkel probleem. Oké. Okay. Volgende stap is dat we een aantal huisjes langs elkaar willen tekenen. Dus we gaan over de x-as bewegen. Ja, dus we, zetten, we willen nu wel starten iets meer naar deze kant. En we gaan. Um de x waarde op min 200 zetten. Als je dit test, ik zal het snel ook nog even doen. Dus opnieuw, dan zie je dat mijn potlood nu opeens hier staat, omdat ik dus min 200 opgeschoven ben. Dat wil zeggen dus 200 waarden naar links. Oké. Okay. Dus opnieuw 8. Dat wordt een huisje van 80. Klaar. Oké. Okay. Goed. En dus nu wil ik opnieuw, ik zal deze naar beneden duwen. Ik wil weer een blok creëren, namelijk straat. En ik wil meerdere huisjes langs elkaar kunnen schrijven, over, langs elkaar kunnen tekenen, beter, over de x-as heen. Dus, we maken een blok straat. En deze heeft twee waarden nodig: namelijk, wat is de grootte van het huisje? En. Hoeveel huisjes wil je hebben in één straat? Dus, aantal huizen. Je mag het ook aan elkaar schrijven als je dat makkelijker vindt. Hè? Je mag ook zo doen. Eén van de twee, maar als je dit kiest, doe het dan consequent ook in het vervolg van de oefening. Okay. Dus, we hebben hier nu een functie, aantal huizen. Ik duw deze even naar boven. Zo. Dit is een lus. Ja. Wat is een lus? Wel, je gaat huisje tekenen, een bepaalde waarde opschuiven, en dan ga je opnieuw een huisje tekenen, bepaalde waarde opschuiven, enzovoort. Ja, oké. Okay. Dus, je gaat hier, bij herhaling, een aantal huizen opschuiven, waarbij je Een huis tekent van deze grootte en uw x-waarde opschuift naar rechts. En je doet dat met verander x met. Nu, hoe ver moet je opschuiven? Wel, dat is de lengte van de zijde, of dus de grootte van je vierkant. Dus opnieuw deze waarde schuif je op. Oké. Okay. Laat ons dit allemaal even samen nemen. Huisgrootte, dat doen we even weg. We nemen het nieuwe blok, straat. En oei, we hebben nog geen variabele voor het aantal huizen. Oké, okay. dus we gaan een vraag stellen: Hoeveel huizen? Per straat en we willen opnieuw een variabele maken: huizen per straat. En deze is het antwoord, dus maak huizen per straat gelijk aan het antwoord. En nu heb ik mijn variabelen, dus straat met de grootte, grootte en het aantal huizen per straat, huizen per straat. Ik klik op vlaggetje. Wat is de grootte? Laat ons nu niet meer overdrijven, want we gaan er een hele reeks opzij moeten hebben. Dus bijvoorbeeld 5. En hoeveel huizen willen we hebben? Laat ons zeggen 4. En je ziet dat er hier iets verkeerd loopt. Ah ja, want wij kozen een waarde maal 10, maar we schuiven eigenlijk maar een kleine hoeveelheid op. Dus, keer terug naar die code en pas nu de code aan bij dit stuk hier. Zodat je, bij verander x met grootte, zodat die effectief 10 maal die waarde opschuift naar rechts. Dat is de opdracht voor jullie nu. Als je dat hebt gedaan, dan kun je terug projecteren. Je klikt opnieuw. Terug, grootte 5. Huizen per straat 4. En dan zou je zoiets moeten krijgen. Oké. Okay. Dit is dus nu aan jullie om dit uit te zoeken. En nu, tenslotte, gaan we de functie stad maken. Dus, ik maak nog één blok. En die noem ik stad, weer met een hoofdletter. En hier moet ik drie waarden ingeven. Eerst en vooral de grootte van elk huisje in mijn stad. De tweede is aantal huizen per straat. Of huizen per straat, kan ik ook doen. En dan. Aantal rijen eigenlijk, of dus aantal straten. Hoeveel rijen moet ik naar boven toe tekenen? Oké. Okay. Dus nu hebben we de functie stad. Om de functie stad te kunnen gebruiken, moeten we nu ook nog ruimte creëren naar de bovenkant toe. Dus we gaan onze y-waarde heel klein maken. We gaan ook op min 150 starten vanaf nu. Ja. Dus als ik dit al even test, zodat je kunt zien wat het resultaat is. Mijn potlood springt nu helemaal naar beneden. Hij vraagt wat is de grootte. 5. Hoeveel huizen per straat? 5. En dan gaat hij op deze manier tekenen. Je ziet hier al dat er hier 1 verkeerd getekend geweest is. Dat is omdat hij te, uh, niet diep genoeg naar beneden kon gaan. Um, dus laten we misschien de waarde in plaats van min 150 min 120 maken. En dus niet de grote huizen niet meer tekenen, of je krijgt dus dat probleem. Oké. Okay. Maar dus nu is het aan jullie: je kunt nu op basis van alle code die je hebt gemaakt, kun je nu een rij tekenen, of dus een straat tekenen. En je herhaalt dat voor een aantal keer, namelijk het aantal rijen dat je moet doen. Maak het niet te veel, dus drie rijen of zo, of twee rijen. En je gaat die telkens aanpassen in de lus. En je moet dus je eiwaarde ook verhogen. Nu, let even op, als je je eiwaarde moet verhogen, ik begin hier met tekenen. Ik doe zo en ik doe zo. En ik keer dan naar daar. Dan moet mijn potlood. Twee keer de zijde opschuiven, minstens, opdat mijn ene figuur niet door de andere figuren heen gaat. Dus je eiwaarde gaat uh, veranderen met twee keer de grootte. Ja. Vergeet niet van ook nog een variabele aantal rijen of aantal straten toe te voegen en het antwoord te bevragen. Om jullie wat op weg te helpen, dit is mijn blok voor stad. Ik ga dit een aantal keer herhalen. Kijk hier naar de variabele die daarvoor van toepassing is. Ik ga een straat tekenen. Kijk hiervoor naar de variabelen die van toepassing zijn. En dan moet ik wel er altijd voor zorgen dat mijn x terug begint bij de linkerkant van mijn scherm. Dus dit blijft op min 200. En mijn y-waarde moet dus veranderen met het dubbele van de grootte. Gebruik daarvoor hier de functies. Oké. Okay. Als je dit uiteindelijk hebt gedaan, dan kun je hier het stuk straat wegnemen en vervangen door je blok stad. En dan ga je dus grote, de huizen per straat en je nieuwe variabele rijen, je kunt eigenlijk al zien nu hier hoe dat je dat gedaan hebt, bon. kun je dan uitvoeren en dan krijg je het volgende. Dus 5, 4 huizen per straat en 3 rijen. okay fail success